Goedendag, hier weer de Actium Week video. We beginnen met een interessante en onverwachte grafiek dat tweedehands auto's in de Verenigde Staten weer duurder aan het worden zijn. En dat is natuurlijk goed als je tweedehands auto hebt, maar niet als je er een wil kopen en zeker niet voor de inflatie. Het heeft een vrij hoge weging in de inflatie en dat betekent dus dat die duurder worden auto's zorgen ook voor hogere inflatie. En daar zit Amerika nou net niet op te wachten, want het ging nou net de goede kant op. Dus dit is zeker een grafiek om in de gaten te houden. De tweede grafiek gaat over de onroerend goedaandelen in Europa. Die doen het heel erg slecht. Wat u hier ziet is de onroerend goedindex ten opzichte van de brede Europese aandelenindex. En dan zien we dus een enorme underperformance, dat is de paarse lijn. En die lijn kan je eigenlijk precies over de lichtblauwe lijn zetten. Dat is de rente. Die heb ik dan wel even omgedraaid. Dus een dalende lijn betekent stijgende rente. En je ziet dat er een hele hoge correlatie is. Nou, dat komt vooral omdat al die huurstromen contant gemaakt worden met die hoge rente. En dat betekent dus dat de huidige waarde daardoor snel naar beneden gaat als de rente omhoog gaat. En dat zien we hier heel erg duidelijk. Dus als u een onroerend goed aandelen wil beleggen, let op de rente. En als u denkt dat de rente verder gaat stijgen, zullen onroerend goed aandelen het niet goed doen. Als we naar de brede markt gaan kijken, in dit geval de S&P 500, dan zien we de koers-winstverhouding. Dus de lichtblauwe lijn die is weer flink opgelopen dit jaar. We staan nu op ruim 18,2 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden. En dat is een stuk duurder dan aan het begin van het jaar. Raar, normaal gesproken is er een correlatie met de reële rente. Dus dat is de 10-jaars rente op obligaties, minder inflatie. En dat is de donkere lijn. En die zegt eigenlijk dat aandelen veel goedkoper zouden moeten zijn. Maar dat zijn ze niet. Nou ja, welk lijntje naar welk lijntje gaat komen, dat blijft natuurlijk de vraag. Maar dat geeft wel aan dat dit een groot gat is. Het gat hoeft niet altijd direct gevuld te worden. Kijk maar naar 2013. Maar dat is zeker een factor om in de gaten te houden. Aandelen zijn eigenlijk veel te duur. Een van de redenen waarom aandelen duurder zijn geworden is omdat alle shorts zijn ingedekt. Iedereen... Of een heleboel partijen, zowel particuliere beleggers als institutionele beleggers, als grote hedgefondsen, gokten allemaal op een koersdaling. Nou, al die posities zijn bij elkaar geveegd en dat is dit lijntje. Nou, dat was dus heel erg negatief. Dus iedereen gokte op een koersdaling. Die kwam er niet en die hebben nu allemaal de posities genormaliseerd. Dus dat betekent hebben ze moeten kopen en dat zorgde voor de koersstijging. Nou, dat is nu vrijwel weer normaal aan het worden. Dus die driver achter de koers is er niet meer. Dan de agenda voor de komende week. Eigenlijk gelukkig weer een beetje volle week, behalve maandag. Dan is het nog leeg. We krijgen wat werkloosheidscijfers. Persoonlijk kijk ik erg uit naar de huizenprijzen in China. Die zijn al 14 maanden op rij aan het dalen. Dus zijn erg belangrijk om voor het sentiment op de Chinese huizenmarkt. En we krijgen een nieuwe index, de New York Fed Services Index. Erg belangrijk omdat services nou eenmaal een groot gedeelte van de economie zijn in de Verenigde Staten. En ook hier in Europa. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken.